Het idee op zich is surrealistisch. Hè? Ik bedoel, mochten ze mij dat, ik weet niet, 3, 4, 5 jaar geleden verteld hebben, ik had de persoon die mij het zou komen vertellen gewoon gek verklaard. Maar het gebeurt toch maar. En niet alleen hier, Parijs, Berlijn, ik weet niet waar, in Rusland. Het is echt wel een sign of the times. En het is heerlijk dat je het zo vanaf de eerste rij mag meemaken. Het ongelooflijke aan het concept, en dat is ook de reden waarom we hebben toegezegd, is de visibiliteit van het project. Hè. Je kan moeilijk voorstellen dat je zegt, het bureau op veel andere plaatsen dan Brussel, op de Triomfboog van het Alfeefestenpaleis, een tijdelijke constructie kan zetten van die schaal. Het was een challenge. Het was met internationaal aspect. Het feit dat het op een monument is, is ook heel moeilijk. Het is prachtig. This was a fantastic project. We always thought it was a dream too, that we will finally see this on top of that, because we always have doubts, you know, you see, maybe we will never happen. And it's like a project that you do once in a lifetime. Ik moet eerlijk toegeven, ik kwam uit de lift en je moet naar buiten gaan. Ik heb een beetje last van hoogtevrees, dus het was voor mij even zo van, oeh, dit is wel heel hoog. Maar als je dan eigenlijk in de ruimte zelf komt en dat je dat zicht ziet, ja, sowieso qua architectuur is het is enorm, het zicht, het is enorm. Maar wat ik ook wel enorm knap vind, is dat het eigenlijk een concept is dat van stad tot stad gaat. En dat ze het eigenlijk echt op culinair niveau zeer hoog aanpakken. Het concept du cube m'a intéressé énormément pour le côté nouveau. Le concept était intéressant, c'était juste un petit endroit. Dans un endroit insolite, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de momentané. Et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est aussi leuk omdat het concept 1 met een open keuken. Je ziet dus ja, een grote chef bezig. Wat dat dus ook toch wel fascinerend is voor de gasten. En 2 vind ik ook een leuk concept, is de tafel van 18 personen. Ja. En als je bijvoorbeeld toch met je vrouw komt eten of nog met een bevriend koppel, heb je gewoon een plaats van 4. En daarnaast u zitten er andere mensen. En uiteindelijk niet slecht, niet slecht gezien, omdat je kunt natuurlijk ook mensen met andere mensen beginnen praten, socializing. Ik denk dat het nu reeds een groot succes is. Dan krijg je echt een drang, energie om te presteren en het hier goed te doen. Dus ik ben zeker dat het echt een groot succes gaat worden.